Het is nu tijd, denk ik, om de volgende spreker te gaan inleiden. Arthur, jij bent zo aan het woord. En Arthur is klinisch psycholoog. Ik ben benieuwd naar jouw presentatie. En vergeet ondertussen niet vragen te stellen in de chat. Dankjewel, Gerda. Ik wil het met jullie hebben nadat Hanneke eerst een breed beeld geschetst heeft over psychiatrie en de klinische godsdienstpsychologie. En Jenneke heel specifiek is ingegaan op één bepaalde methodiek voor een behandeling en ook hoe dat ontwikkeld wordt, hoe daar onderzoek naar gedaan wordt, wil ik het met jullie hebben over hoe religie, spiritualiteit en zingeving in behandelingen aan de orde komen, met name bij een jongere wil ik dat doen. En dat is met name wil ik dat doen bij een jongere die Justin heet. Justin is een jongen van 13 jaar, een beetje een slungel, lang voor zijn leeftijd, echt een puber. Hij is verwezen door de huisarts vanwege depressieve klachten. Wat is nu het geval? De laatste tijd lukt het leren niet meer, terwijl hij altijd prima kon leren. Hij zit in de brugklas VWO gymnasium. Deed het op de lagere school ook altijd prima. Maar hij trekt zich terug op zijn kamer. Hij gaat zich donker kleden, zijn nagels maakt hij zwart. Hij is moeilijk te bereiken en zijn ouders zeggen, we hebben er alles aan gedaan om hem te bereiken, maar het lukt ons niet. We weten niet meer hoe we contact met hem moeten krijgen. Hij zit op een middelbare school. De ouders hebben hem naar een middelbare school gestuurd, een evangelische middelbare school. Ze zijn lid van een baptistenkerk. Ouders vertellen ook dat het geloof heel erg belangrijk voor hen is. Dat ze zelf pas op volwassen leeftijd tot geloof gekomen zijn. Dat is een beetje wat uit de intake bekend is. Er moet een klassificatie komen, dat hoort natuurlijk erbij. En er wordt dan gesteld een depressieve stoornis, matig en een eenmalige episode. Ouders zijn niet bekend met een depressieve geschiedenis, in voorgeschiedenis. Justin heeft ook verteld dat hij niet suicidaal is, heeft geen zelfdestructieve ideeën of gedachten of neigingen. En er wordt dan CGT voorgeschreven, geprotocoleerde behandeling. Maar in die behandeling begint Justin ook wel wat te vertellen over zijn achtergrond. En dan, als hij wat vertrouwen naar enkele sessies, 2 of 3 sessies, wat vertrouwen in de therapeut krijgt, dan zegt hij dat hij ook vecht tegen twijfels over God. En dat hij niet ervaart dat zijn leven nog zin heeft. Hij vertelt dat hij veel vragen heeft bij de baptistenkerk waar zijn ouders naartoe gaan. En dat begon al op het einde van de basisschool. Hij heeft er nog nooit met iemand over gesproken. Want hij krijgt in de kerk het gevoel dat hij niet over zijn twijfels mag spreken. Dat zouden ze niet begrijpen, denkt hij, als hij daarover zou hebben. En hij vertelt ook dat hij zich anders is gaan kleden, omdat hij zich niet thuis voelt bij zijn leeftijdsgenoten. En nu is de vraag, hoe kan een behandelaar daar nou op reageren? Wat moet je nou weten van zingevingsproblematiek, religieuze problematiek? Om daar wat over te zeggen. En dan wil ik eerst beginnen met een paar punten te noemen ter overweging van de behandelaar. Naast natuurlijk dat je kennis over depressie moet hebben, maar je hebt ook wel wat dingen die je
kunt leren, die uit de literatuur bekend zijn, die uit ons vak bekend zijn. En daar wil ik met jullie, voordat we aan het eind nog terugkomen op Justin, wat over vertellen. De eerste is van welke kijk op religie en spiritualiteit en zingeving, dat is een cluster wat Hanneke ook al bij elkaar haalde. Wat voor kijk is daar nou op in ons vak? Het tweede wil ik ook met jullie delen. Wat zijn er nou voor beroepsethische afwegingen die je hebt te maken? En dan wil ik een specifiek iets met jullie gaan bespreken. Wat religious and spiritual struggles genoemd worden. En dan ook nog iets over overdracht en tegenoverdracht bij deze problematiek. En tenslotte wil ik jullie kennis laten maken met het concept van een godrepresentatie. Het is een beetje veel voor een ruim half uurtje. Het is een snuffelen aan hoe dat in de behandeling kan spelen en waar je van moet weten. Maar ik hoop dat jullie er wel wat verder mee kunnen. Eerst wil ik iets vertellen over religie en spiritualiteit in ons vak. Dat is een beetje een problematische geschiedenis die daarin zit. Toen ik begon in 1980 met mijn werk, was dat nou niet echt in de mode. Ik weet dat Bergin, de onderzoeker, dat die in het begin van de jaren 80 een lezing hield. Toen bestond de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie. Ik dacht 60 jaar, maar het kunnen ook 70 of 65 zijn. En hij begon daarin te vertellen hoe belangrijk het wel niet was om in te gaan op religieuze vragen van patiënten. De zaal ontplofte. Er is een verslagje van in de Psycholoog, van het Nederlands Instituut voor Psychologen, dat lijfbladje verschenen. En daarin werd gesproken over een bedorven verjaardagspartijtje. Hoe kon je dat soort thema's nu aansnijden op bij psychotherapeuten? En dat illustreert een beetje dat het niet zo'n prettige geschiedenis is. Zingeving, religie. Frankl bijvoorbeeld, de bekende psychiater die in een concentratiekamp geschreven heeft en die zinvraag heel prominent op de agenda gezet heeft. Die kwam daartoe omdat zijn idee dat zin een eigen dimensie in het leven is, geen ruimte kreeg in de vooroorlogse wereld van Freud en ook Adler. Het werd afgedaan als een psychisme, als een niet meer dan een deel van onze psychologische opbouw. En vooral tussen de jaren 30, in de 19e eeuw was men veel opener daarover. Toen de psychiatrie ontstond, was men veel opener om over deze thematiek te spreken en die met elkaar in verband te brengen. Vooral toen het vak zich meer en meer zelfstandig begon te ontwikkelen, kwamen daar wrijvingen en scheuren. Vooral van de jaren 30 tot en met begin jaren 90 was het probleem echt zwaar problematisch. En ik kan dat ook wel begrijpen, want dat vak wat wij hebben, dat heeft zich vanaf de 19e eeuw moeten ontwikkelen tegen een eeuwenlange religieuze dominantie. Dus om je eigen vak te bestaan, moet je niet te veel meegaan in die wereld. Maar hoe is het nu? Ik heb het idee dat er wel wat aan het veranderen is. Want bijvoorbeeld de World Psychiatric Association, die bijvoorbeeld het alternatieve DSM-boekje, de ICD, uitgeeft, heeft expliciet in 2016 een position statement afgelegd waarin spiritualiteit en religie en psychiatrie opgenomen zijn. En ik noem er een paar punten uit, en het is ook belangrijk dat jullie dat weten, want het is, daarin wordt expliciet gezegd dat dat bij ons vak hoort. Ik heb een interview gehad met de voorzitter van de World Psychiatric Association, mevrouw Herman. En zij zegt dat ze dat steeds meer als iets belangrijks zijn gaan zien,
omdat de religieuze en de culturele context meer en meer een rol speelt bij afwegingen die mensen in de psychiatrie te maken hebben. En dat komt omdat wij zitten hier in Nederland, moet je niet vergeten, met een heel grote dichtheid van GGZ-hulpverleners. In de grote rural societies, bijvoorbeeld India, daar heb je nauwelijks een psychiater die één op de zoveel duizend die een psychiater is. Dus daar zien ze veel meer dat ze via de religieuze, de levensbeschouwelijke gemeenschappen proberen invloed te krijgen om psychiatrische kennis te verspreiden en een adequate manier om daarmee om te gaan. Dus het is denk ik belangrijk dat ook een wereldwijde beweging daarin gaande is. En in dat position statement staat dat bij elke patiënt, de psychiater, maar ik reken daar ook de jeugdhulpverleners bij, die voor ons allemaal, dat die op een tactvolle en overwogen manier die religieuze zingevingsvragen aan de orde moeten laten komen. Op een tactvolle en overwogen manier. Natuurlijk is de vraag, wat is dat dan? Hè? Op dat tactvolle en overwogen te doen. Maar het hoort erbij om dat te doen. En twee, kennis over de thematiek waar we het vanavond over hebben, die hoort bij de opleiding. Ik heb lesgegeven in Groningen, bij de GZ-opleiding. Geen onderdeel daarvan. In heel veel opleidingen wordt daar nauwelijks aandacht aan besteed. Ik weet nog wel, dat is een herinnering die ik heb, dat in de begintijd, of in 2000 ongeveer, heb ik ook een aantal jaren lesgegeven op de psychotherapieopleiding in Rotterdam. En Wim Trijsburg, die had daarin ook een onderdeel voor religie, spiritualiteit en zingeving wat ik mocht geven. Niet veel, het was een middag, maar het gebeurde wel. En in die sessie, daar komen we straks nog op terug, had ik ook altijd een uur lang, ik geloof dat Jenneke dat op het eind bij die vragen net ook al een beetje liet doorschemeren, een uur lang liet ik dan de opleidelingers spreken over hun eigen godsdienstige ontwikkeling en een beeld wat ze van God hadden. En tot mijn verbazing hadden ze er allemaal een beeld over. Niet dat ze allemaal gelovigen waren, maar ze hadden wel het beeld dat God was een mannetje met een baard. Die is straffend en die heeft een zware ouderling aan zijn kant. Of whatever meer. Ze hadden allemaal wat te vertellen. En wel of niet religieus opgevoed. Ik vond dat zeer opvallend. En ik denk, maar dat ook bij jullie die nu zitten te kijken, ook allemaal zo'n beeld bestaat van God, religie, zingeving, die er allemaal een beeld bij hebt ook. En daar wordt in ons vak toch nog altijd heel weinig over gesproken. Ik ben erg voorstander voor groepstherapie, voor leertherapie in de vorm van groepstherapie rondom deze problematiek. Het wordt verwaarloosd naar mijn idee. Maar goed, dat is een klein zijpaadje. Een derde punt is dat psychiaters hun eigen standpunt, dat is ook heel belangrijk, daar ga ik straks ook nog op in, niet dienen te gebruiken om een patiënt te beïnvloeden. Heel voor de hand liggend en beroepsethisch vanzelfsprekend, maar het is goed dat het toch gezegd wordt. En tenslotte moet je je bewust zijn dat religie en spiritueel gunstige, voor sommigen is dat heel verrassend dat het gunstig is, maar ook schadelijke effecten kan hebben. Dat kan voor sommigen ook verrassend zijn, maar voor misschien denken meer mensen dat het schadelijke effecten heeft. Met beide moet je je van bewust zijn. Ik denk dat het ook belangrijk is. Dus dat is de positie op dit moment van in ons vak, is dat deze thematiek waar we het vanavond over hebben onderdeel is van ons vak. Nou, dan enkele beroepsethische afwegingen. Bij Justin hoor je zeggen dat hij
ouders heeft voor wie religie ontzettend belangrijk is. En het was zelfs een drive om in de volwassenheid om een leven te veranderen. En als je dit soort dingen hoort, dan heb je als behandelaar bij de intake een afweging te maken. Is dit nou iets waar ik over door moet vragen of niet? Heeft dat zo dat iets met de depressie van Justin te maken hebben? Is het iets, natuurlijk weten we allemaal dat depressie sowieso tot zingevingsvragen leidt. En heel veel mensen zien de leven niet meer zitten en geen zin meer. En dat heeft ook op religieuze ervaringen heeft dat van invloed. Mensen zeggen dan dat ze God helemaal kwijt zijn. Is dat alleen de depressie? Of is daar ook iets met de godsdienstige thematiek die een wind in de zeilen van de depressie is? Goed om dat te onderzoeken. Dat is een punt, beroepsethisch moet je daar een afweging in maken. Richtlijn over het algemeen is dat je begint met de vraag, is religie of is zingeving belangrijk in je leven? En als daar ja op geantwoord wordt, dan kun je verdere, meer specifieke vragen stellen. Achterin de dikke DSM-5 staat een cultureel interview, wat je heel goed voor dit soort thematiek kunt gebruiken. Ook daar zie je dus dat de DSM ook alweer meer aandacht voor deze thematiek besteedt. Dan bij het afsluiten van de behandelingsovereenkomst moet je rekening houden van, zouden er een verschil kunnen zijn tussen de opvattingen van de ouders en de jongeren? Hè, en tenslotte, je moet bij de afsluiting van die thematiek ook zeggen van, is er een overeenkomst om over religieuze problematiek te spreken en wat zijn risico's om over deze thematiek te spreken? Bij Justin, die eigenlijk vragen stelt aan zijn geloof, betekent dat de behandeling wel eens tot zou kunnen leiden tot hij meer afstand neemt van de religieuze elan wat zijn ouders uitstralen, zijn kerkelijke achtergrond. Hè? Dat zou je dus dan moeten. Dat is een risico wat volgens mij ook bij intake, dat je ook de risico's voor een behandeling bespreekt. Dan heb je de vraag, ben ik voldoende bekwaam? Snap ik er voldoende van? Je hoeft niet alles te begrijpen. Jenneke vond ik heel terecht ook dat hij zei, je kunt ook aan jongeren vragen, hoe zit het precies? Maar het is wel een vraag, een ethische afweging die je moet stellen. En tenslotte, is mijn interventie voldoende onderbouwd? Ook een verwijzing, klopt dat? Beroepsethisch, ik weet dat er een keer een chakra en een psychotherapeut op verzoek notabene van een patiënt een verwijzing deed naar de chakra-therapeut. En later kreeg die patiënt daar spijt van en die zei dat ik had nooit gemogen, die verwijzing, heeft er een klacht over ingediend en die klacht werd gegrond verklaard omdat chakra-therapie niet tot het vak van tot ons vak behoort. Dat wil trouwens niet zeggen dat je niet samen mag werken met mensen uit een religieuze groep of die van belangrijk zijn voor mensen, want dat wordt natuurlijk wel toegestaan, maar als vorm van therapie het aanbieden mag het niet. Dus je moet weten of iets evidence-based is en voldoende onderbouwd is. Nou dan, als je bij Justin gaat het erover dat hij zich vragen begon te stellen over de betekenis van de kerk waar hij naartoe ging en twijfels over God had hij het over. En dat wordt in de literatuur religious and spiritual struggles genoemd. Hè, religie is niet alleen maar een heerlijke fijne bron van steun, van warm en prettig. Het is gewoon niet altijd zo fijn en gemakkelijk ook. Hè, bij die religie, dat is een soort snoepjesbeeld wat misschien in onze consumptiewereld graag ervan gemaakt wordt, maar dat is gewoon niet zo. En die religious struggles, die doen zich vaak voor na ingrijpende levenservaringen. Dat die uiten zich in negatieve gedachten tegenover God, maar ook tegenover de kerkinstituties, wat je ook bij Justin hoort. En dat wordt dan wel, dat had Jenneke het ook net al over, negatieve coping genoemd. Ik heb
daar altijd een beetje twijfels bij. Het is een negatieve coping is dat je het religieuze, de religieuze beelden en overtuiging leiden tot spanning. Ik weet niet of dat dan ook weer een. Ik ben een beetje bang daarvoor, dat geef ik ook ter overweging mee, dat daarmee ook een gewone menselijke ervaring, vragen die je stelt, zingevingsvragen die in je opkomen, al gauw een soort negatieve klank krijgen en een soort alsof dat niet goed is of zo. Dus ik weet dat niet zo goed. Maar, dus ik vind het is in ieder geval ook wel echt een menselijke, het is in ieder geval ook een echte menselijke ervaring dat je zulke vragen stelt. En dat wil ik eigenlijk onderstrepen. In die religious struggle voel je je, wat je vertrouwd was, daar voel je je ineens vreemd van. Het zegt je niks meer. Je kunt angstig worden, je kunt ook boos worden op God. Tegenwoordig, dat heb ik echt zien toenemen in de laatste 20 jaar, brengen mensen de ervaring in dat ze aangevochten worden door boze geesten. Dat zijn niet alleen mensen uit niet-westerse culturen, maar dat zijn ook, mensen zoals ik, zou ik maar zeggen. Een andere, wat daarin speelt, is dat er conflicten ontstaan of er zijn meningsverschil met de religieuze gemeenschap, je verraden voelen door een godsdienstige leider. Maar ook verandering van morele opvatting, van wat mag en niet mag, en wat je goed vindt en niet goed, wat op grond van je leeftijd of van je ideeën of wat je meemaakt verandert, kan ook leiden tot zulke religious en spiritual struggles. En dat leidt tot aantasting van zin en samenhang. Nou, die geven gevoelens van stress en onbehagen. Het is, nou, wat ik al zei, het is gewoon niet fijn, het is niet koek en ei. En die tasten ook het functioneren aan. Wat ik in de voorbereiding van dit verhaal heb ik nog wat onderzoeken door zitten nemen. Een van die onderzoeken die zegt onder andere dat er aanwijzingen zijn dat verlies van geloof, zingeving, problematiek, dat een slechte prognose voor behandeling is. Dus mensen die gewoonlijk wel profiteren van behandeling, waar mensen gewoon wel profiteren van behandeling, is als er ook nog religious struggles bij komen, dat leidt volgens dat onderzoek tot minder effect, positief effect van de behandeling. En des te meer is het dus belang om te onderzoeken van spelen er religious struggles. En tenslotte, die religious struggles doen zich voor in alle levensfasen. Nu is wat ik vertel zeker niet nieuw. De klassificatie volgens de DSM, die heeft daar zelfs een specifieke categorie in de V-codes voor opgenomen. Dat was al een code die in 1994 bij het uitkomst van de DSM-4 er al in stond. En bijna niemand weet dat. En eigenlijk komt die, je kunt dat opzoeken. Ik zal het niet allemaal vertellen wat er in zit, maar dat is eigenlijk een thematiek die in wat ik net vertelde, die in die religious struggles aan de orde komen. Dus, nou dan hebben we ook te maken met reacties van behandelaren daarop. Jacques Kersenmakers die in 1989 daar al onderzoek naar deed, die onderscheidt het volgende. Wat hij zag is dat behandelaren op deze problematiek meeste vermijden. Justin vertelt dat hij aan twijfelt aan God. Nou ja, we gaan gewoon door met ons protocol over gedragstherapie. Dus dat is eigenlijk de meest voorkomende reactie van behandelaren. Een andere vorm van behandeling, daarom heb ik ze naast elkaar gezet, heeft te maken met de eigen levensovertuiging van de behandelaar. Dat kan zich uiten in bestrijden. Je godsdienst, dat is maar. Dat zijn voor domme mensen, hoor je ook nog wel eens, kom er maar zo gauw voor mogelijk vanaf. Of andere
die proberen juist hun eigen leven zo, hun eigen overtuiging expliciet. Ja, dat is heel goed dat je gelooft en die daar op die manier mee bezig gaan. Ik heb als laatste, omdat het ook rijmt, dat noemt Jacques Kersen, maakt ze niet, maar waar we het natuurlijk vandaag over hebben, is dat je het ook aan kan snijden. Dus ik heb hem op die rijm gekozen, dat op een professionele manier, als professional, hoe kun je nou deze thematiek ter sprake brengen zonder te vervallen in dat vermijden of die eigen levensovertuiging door te laten klinken, wat ook trouwens in dat position statement, ik weet niet of je het nog herinnert, maar daar stond, dat moet je nou juist niet doen. Je moet dat niet laten doorklinken. Hoe kun je dat nou op een professionele manier aansnijden? En daar hebben we te maken met komen op het terrein van overdracht en tegenoverdracht. Tussen de patiënt en de behandeling ontstaan allerlei ideeën. Die wisselen uit, die hebben een reactie op elkaar. En de therapeut heeft dat te verdragen en te vertalen naar een patiënt. Dit lijkt de spreekkamer. Idee. Alleen, het is wat ingewikkelder dan het lijkt. Want die overdracht en tegenoverdracht zijn niet geïsoleerd in die spreekkamer waar jullie gesprekken in hebben. Die staan in een bredere culturele context. Kijk, ik hoop dat jullie... Nee, dat kan ik... Ja, ik hoop dat jullie... Hier is het plaatje wat we net zagen. Hè? Therapeut en een patiënt. En de therapeut die heeft achter zich staan een culturele doelgroep. Zijn professionals. En die sturen mee de gedachtenwereld die daar leeft. Die stuurt mee de ideeën die deze therapeut heeft. Rucker, een van de mensen die die tegenoverdracht onderzocht heeft, noemt dat indirecte tegenoverdracht. Bijvoorbeeld de therapeut die denkt terwijl die een duiding maakt, daar zal mijn supervisie blij mee zijn, met dat bandje kan ik nu eens laten horen. He, dan is dat beïnvloed interventie wordt beïnvloed door wat hij geleerd heeft dat goed is. En deze patiënt hier, die heeft ook zijn culturele achtergrond. Soms nog wel psychotherapie is gevaarlijk. Of je moet oppassen dat je niet dingen aangepraat worden die tegen je geloof ingaan of dergelijke dingen meer. En die patiënt heeft ook een idee over de doelgroep. Over onze vakgroep. Dat zijn mensen die je van je geloof af willen brengen. Of dergelijke. Of die vinden dat je maar zomaar raak moet leven. Of iets dergelijks. Die ideeën die hij daarover heeft. Die invloed heeft op zijn contact met de behandelaar. En tenslotte, de behandelaar heeft een idee over de religieuze groep. Dat zijn van die zwarte kousen of iets dergelijks. Waardoor hij ook zijn interventie gestuurd wordt. Dus het is wat te complexer. Trouwens, tenslotte ook, daarom heb ik een cirkel onder gezet. De hele psychotherapie-praktijk is natuurlijk ook een culturele fenomeen. Dus het is goed om je dat goed af te wegen bij deze dingen. Dan nog iets over godrepresentatie. Dat is een construct wat ontwikkeld is door Annemarie Jamis Risotto. En ook door Hanneke Schaap-Jonker, die jullie net gezien hebben, zeker verder uitgebouwd is. Je moet dat zien als een psychologisch construct. Mensen denken als het over God gaat in ons vak, dat is een theologisch iets. Maar er zit ook een psychologische opbouw en bouw in. En ik denk dat dat ook iets is wat in ons vak, dat de kennis daarover belangrijk is voor ons vak. Het is
volgens Risotto wel een bijzondere representatie. Dus een innerlijk beeld, een innerlijk iets, beeld wat je van God hebt. Want anders dan bijvoorbeeld het beeld van ouders, is God niet fysiek aanwezig. Die heeft niemand gezien of gehoord. Maar het is wel van grote invloed. Mensen zoeken steun en die onderwerpen zich aan God, worden boos. Soms keren ze weer terug. De hele geschiedenis die mensen meemaken met die God-representatie, dat beeld dat ze van God hebben, gaat gepaard ook vaak met complexe emoties. En dat beeld ontstaat niet zomaar, dat ontstaat ook uit de cultuur waarin, die komt op uit de cultuur. We zien kerken, het is in de taal, is God aanwezig. En volgens Risotto, dat is een Winnicottiaans, dat is een kinder- en jeugdpsychiater die daar prachtige dingen over de eerste beelden van anderen die een kind creëert. Hij zegt, het kind creëert de God die het vindt, zoals het creëert de moeder die het vindt. Het is niet alleen maar objectief, het is een kind wat met die beelden aan de slag gaat. En bijvoorbeeld heb ik als een man behandeld die God alleen maar kende uit de vloeken die zijn vader uitsprak. He, dus dan heb je ook met iemand die wel degelijk een beeld van God heeft. Oh, dat is iemand die je aan kan roepen als je op je handen slaat met een hamer of iets dergelijks. Er zit dan een presentatie. En ik zei al van die groep die ik in die beginjaren met die opleiding, dat iedereen daar wel iets over te vertellen had. En dat is ook wat Anne-Maria Risotto zegt. Iedereen heeft een godspresentatie. Die bestaat uit affectieve aspecten en cognitieve. De cognitieve aspecten zijn de dogmatiek, het beeld, de categorisatieachtige dingen. Terwijl die relationele ervaringen daarin volgens mij net zo belangrijk zijn. Nou, ik heb al iets verteld over de overdracht op de behandelaar. Van schaamte, ik ben zeker ouderwets. Dat beeld van het hoort niet erbij. Ik heb dat ook. Moet ik eerlijk zeggen, ook zelf ervaren in leertherapie, dat ik daar ook last van had, van deze gedachte. Het is al niet mijn geloof geïnteresseerd. Gek vinden dat ik geloof. Zijn ook ideeën wat dan helemaal niet hoeft te kloppen, maar daar kun je wel mee te maken hebben, dat een patiënt erover vertelt en dat je geloofsverkeuring afgekeurd wordt. Maar het kan ook een soort wantrouwen zijn. Hè? Oh, hij zal mijn geloof willen veranderen. Hij wil me op het verkeerde spoor brengen. En dat zijn twee vormen die ik noem, maar er zijn veel meer vormen waarin dat een rol kan spelen. Belangrijk is ook de eigen tegenoverdracht die we hebben. Je weet, in de tegenoverdracht speelt de klassieke tegenoverdracht. Dat wil zeggen, ik reageer op een patiënt op grond van onverwerkte dingen die ik zelf heb meegemaakt. Als een cliënt, als ik mijn niet tegen boosheid kan en alleen maar lief en vriendelijk als copingstijl heb en iemand wordt dus boos, dan kan ik die niet helpen, want ik weet er niet meer om te gaan. Dus dan moet ik aan mijn eigen problematiek werken, want anders kan ik mijn patiënten niet helpen. Dat is één klassieke, dat is de klassieke opvatting die er is. Maar later is er ook wat de totalistische opvatting over tegenoverdrachten naar voren kwam. Dus wat een cliënt in me oproept, dat heeft niet zozeer met mijn eigen problematiek te maken, maar het is een instrument om een cliënt te begrijpen wat hij nog niet met woorden kan vertellen. Bijvoorbeeld, als een cliënt over religie spreekt, ik voel me onzeker. Wat wil die me nou vertellen? Wat is de thematiek die erin wil brengen? Of wat ik ook wel eens denk, wat ik ook wel eens, die patiënt heeft aan het begin gezegd dat religie en zingeving voor hem belangrijk is. Maar hij heeft het er ook over. Wat zou het nou betekenen als ik daar wat over zou vragen? Nou, en dan tenslotte, wat heeft dat nou met Justin? Hoe kan die nou verder geholpen worden bij die beginvraag die ik stelde? Depressiebehandeling moet volgens mij toch volgens de state of the art ook gegeven worden. Dat biedt hem een veilige plek en biedt hem een luisterend oor om die vragen die hij daar voor het eerst stelt te onderzoeken. Beroepsethisch is bij de intake afwegen. Hoe belangrijk is dat nou eigenlijk? Dat is nagelaten in dit geval. De ouders gaven wel hints, maar het begint op zijn in groep 8. En als je even doordenkt,
is dat de periode dat een schoolkeuze voor de middelbare school gemaakt moet worden. En op die school voelt hij zich niet thuis, omdat hij die twijfels heeft, zonder dat daar goed naar geluisterd is. Het was een thematiek die belangrijk is en waar volgens mij ook wel over doorgevraagd had kunnen worden in de behandeling. De behandelovereenkomst, nou dan moet je dus, wat ik net al zei, dan moet je, zou je met Justin en zijn ouders kunnen bespreken. Maar ja, het is heel belangrijk dat Justin zich daarover kan uiten en zijn eigen gedachten kan ontwikkelen zonder dat het meteen doorverteld wordt. En wat zijn de risico's? Wat betekent dat? Hoe betekent dat voor het gezin als iemand een andere opvatting krijgt dan de ouders gaan hebben? Nou, het zijn afwegingen die je daarin moet maken. Ik denk dat het bij Justin sprake was van een religious struggle. En dat het daarom belangrijk is om aan de klassificatie die daarvoor staat in de DSM ook toe te voegen. Er wordt heel weinig gebruik van gemaakt, maar ik denk dat dit echt een voorbeeld is waar die klassificatie voor geldt. En dat het ook betekent dat als je die stelt, dat je daarover in de behandeling aandacht aan kan besteden. Je moet je bewust zijn van je eigen tegenoverdrachtsreacties. Is dat uit je geschiedenis? Of dan is het de klassieke tegenoverdrachtsreactie op religie? Of heeft het ook te maken met deze Justin zelf, wat hij tegen mij vertelt en wat hij zelf nog niet kan begrijpen en waardoor mijn tegenoverdracht, waar ik daar een beetje zicht op ga krijgen. Nou, je kunt bij Justin die godrepresentatie onderzoeken. Hoe is dat ontstaan, dat beeld? Wat beeld heb je van God? Wat heb je ervan gehoord? De cognitieve kanten die daarin zitten. Maar ook zijn gehechtheidsgeschiedenis die daar een rol in speelt. Dat zou je eigenlijk graag nog wat meer over willen vertellen. Maar de klok tikt en ik moet al bijna stoppen. En dat wist ik ook wel hoor toen ik dit opstelde. Dus het is niet dat het... Het is in ieder geval thematiek die echt ook wel vraagt om die godrepresentatie te bespreken. Die in opleidingen ook nader uitgediept kan worden. En bij Justin eindigt het ermee dat hij na 15 sessies cognitieve gedragstherapie, waar deze thematiek uitgebreid aan de orde is komen, dat hij met de predikant van zijn kerk over zijn twijfels wilde spreken en zijn vragen over God en daarna met zijn ouders. Hij was niet meer depressief. Dan komt er nu een wit screentje en dat betekent dat we met vragen bezig kunnen zijn. Dank jullie wel. Gewoon toch maar even heel praktisch, hè? Van iemand vroeg van ja, als die ouders nou heel streng gelovig zijn in opvattingen en zo'n jongen is dus wat vrijer in zijn denken, van hoe behandel je dat nu als psycholoog? Ja, ik denk dat je daar eigenlijk al iets over verteld hebt naar aanleiding van je casus Justin, denk ik. Maar misschien kun je er nog iets meer over zeggen. Ja, wat ik heb willen bepleiten is dat ook onder ogen te zien, hè, dat verschil bestaat, dat kan bestaan. En dat je dus dat ook als een thematiek rondom de behandelovereenkomst aan de orde moet stellen. Ik heb ook wel eens ouders gehad die dachten, nou Elios dat is christelijk en mijn dochter die heeft vragen over de identiteit. De seksuele identiteit, dan zullen ze haar wel helpen dat ze weer dat ze alleen maar hetero zal zijn. Dat is toch een risico van de behandeling, dat een meisje tot de overtuiging komt van jou, risico, in die zin, niet dat dat verkeerd is of zo, maar dat een meisje toch die eigen overtuiging gaat volgen. En dat dat voor die ouders betekent, dat is dan vooral het risico, dat er spanning in het gezin ontstaat daarover. En dat risico moet je volgens mij, is goed om te bespreken hoeveel ruimte is daarvoor. En heb je daarvoor aparte oudergesprekken misschien ook nodig? Of moet er een ouderbegeleiding aan de orde komen? Ja, nou, het is wel grappig, want je juist nu even zelf een voorbeeld erbij pakt waar ook een vraag over is. Ja. Hadden we kunnen verwachten. He, van inderdaad, als een jongere niet geaccepteerd wordt vanwege zijn sociale geaardheid door zijn geloofsgenoten. He, dan, nou, dat kan vaak ook aanleiding geven voor ernstige depressieve klachten en suïcidaliteit, het weten. Dus dat is inderdaad een enorm risico. Iemand vraagt inderdaad van hoe gaan jullie daar dan mee om?
Jenneke, wil jij daar wat over zeggen? Of? Nou, we vinden het belangrijk dat je de jongeren begeleidt in zijn ontwikkeling. Dus net wat Arthur zegt, we gaan niet automatisch mee met de ouders en vullen naast de ouders staan en zeggen, nou, zo en zo moet het. Maar dat je echt met de jongeren meekijkt en probeert de jongeren te helpen om te ontdekken waar sta ik en waar loop ik tegenaan en hoe ga ik daarmee om en hoe wil ik verder. En dat je de ouders daar ook in begeleidt om ruimte te geven aan de jongeren om samen in gesprek te gaan, om ook de emoties die het allemaal oproept te delen met elkaar. En zo proberen we verder te komen. Ja, ik denk dat dat inderdaad heel belangrijk is. Ja. Misschien zit er ook nog een preventieve kant aan, dat we dat ook in kerken wel aan de orde stellen, lezingen. En ik heb dat ook wel eens met predikanten ook wel eens over gehad. Ook, hè, dus daar zit ook een preventieve kant, zit er natuurlijk dan ook aan. Ja. Ja, zeker. Ja, even nog een vraag voor jou, Jenneke. Jongeren kunnen ook misschien juist angstig zijn, juist door religieuze thema's, zeg maar, hè, of door geloofsideeën, hè, zeg maar. Hoe pak je dat aan dan? Als het geloof of bepaalde overtuigingen juist aanleiding geven tot angst. Ja, allereerst belangrijk dat ze dat in je kamer met jou willen delen. En als het jonge kinderen zijn, ook onder de 12 jaar bijvoorbeeld, vinden we het ook heel belangrijk om binnen het kader van de ouders te onderzoeken met de ouders van hoe kunnen we hierover praten met uw kind? Wat hebt u zelf aan helpende gedachten die we kunnen bespreken? Of wat vindt u zelf? Misschien ook welke worstelingen hebt u zelf? Soms is het ook zo dat bijvoorbeeld de ene ouder veel beter het kind kan ondersteunen dan de ander. En dat we kijken van hoe dan en welke ruimte is er? Dus het is belangrijk dat het bespreekbaar is en dat je binnen het kader van de ouders vooral bij een kind onder de 12 kijkt hoe ze er verder in kunnen komen. En sommige ouders vinden dat ook best wel heel spannend en ingewikkeld om daarover te praten, maar daar wil je ze dan graag bij helpen. En als ze al wat ouder zijn, de jongeren, dan is het ook, dan mag het wat meer naast elkaar staan. Hoe staan je ouders erin en hoe jij? En waar wil jij naartoe? En ook misschien te helpen om er samen over in gesprek te gaan. Of ik vond ook mooi wat Arthur noemde, de pastoor betrekken. We vinden het belangrijk dat het in onze kamer als psycholoog kan. Maar we verwijzen jongeren ook voor vragen naar een ouderling of een dominee of iemand anders die ze vertrouwen in de gemeente om hun vragen ook daar te bespreken. Of we nodigen de dominee uit om mee te doen in het gesprek. Ja. En dat werd soms ook genoemd in de chat, zeg maar, samenwerking inderdaad met geestelijke verzorgers of wat dan ook. Hè, het is natuurlijk mooi als je die weet, hè, als je dat weet of als je die weg vindt, zeg maar. Er zijn ook instellingen die hebben dat zelfs in huis, zeg maar. Dat is natuurlijk ook mooi bruikbaar. Maar soms is het ook zoeken natuurlijk naar de hulp, juiste hulpbronnen, denk ik. Ja. Ik heb gemerkt dat, en dat zijn geestelijke verzorgers zijn natuurlijk getraind in ons vak, die weten daar veel van, maar laten we zeggen de huistuin- en keukenvoorgangers en dominees, die vinden het een beetje eng om met ons soort mensen te praten. Die zijn bang dat wij hun ondermijnen of iets dergelijks. Dus daar moet je ook altijd een beetje rekening mee houden als je daar contact mee zoekt. Over het algemeen, als je dat eenmaal het ijs gebroken is, dan zijn het hele, ook mensen die vaak hele dingen, goede dingen zeggen ook, die raak zijn. Maar dit is, vaak vinden ze het een beetje eng ook. Dan komt er een psycholoog. Nou ja, eerlijk gezegd, Arthur, vind ik het ook wel eens eng. Ja, om te verwijzen naar. Kunnen ze werkelijk wel helpen? Of inderdaad, hè, dan heb je weer het verhaal. Wat gaat zo'n geestelijke, zeg maar, tot nu niet te veel preken? Hè, wat jij zei. Ja. Invloeden en, nou ja. Daar zit je ook natuurlijk niet altijd op te wachten. Dus dat vind ik als hulpverlener ook wel eens lastig. Ja. Ja.
Ja, zeker ook. Dat is, het is een wereld waar je in begeeft die ook een beetje buiten ons, buiten je eigen kaders komt. En dan moet je een beetje durven ook. Hè. Ook proberen om die taal te verstaan wat ze willen. Ja. Ja. Het gemakkelijkste is om, dat vind ik een beetje, in ons vak is heel veel dat mensen in hun eigen spreekkamertje blijven. En die culturele context een beetje of verwaarlozen. Of daar niet in zich durven te begeven ook. Terwijl het volgens mij heel belangrijk is dat we daar onze kennis ook, dat ze daar mensen kunnen profijt hebben van wat wij geleerd hebben. En dat bedoel ik heel breed ons vak. Dat hoef je niet, niet alleen van Elios, maar heel breed. Dat er met vluchtelingen die dat ze daar ook wat van kunnen leren. Ook wat posttraumatische stressstoornis is. Ik denk dat we heel veel kunnen doen. Ja, en dan wil ik eigenlijk wel een beetje een linkje maken naar van sommige kijkers hebben toch wat moeite dat het voornamelijk over de christelijke religie gaat. Zeg maar. Ja. Ja. Hadden we het niet wat breder kunnen maken naar andere religies? Zeker hoor, dat is de beperking die ik voor mezelf heb, dat ik vooral met dit soort mensen werk. Ik heb het idee dat ik meer uit mijn duim moet gaan zuigen, een beetje met een fantasie hoe dat zal zijn. Ik denk dat ik het dichtste bij kan brengen bij wat ik al die jaren heb meegemaakt. Dus dat is een beperking die ik heb, maar ik hoop ook dat het helpt om, hoewel het veel bredere dingen zijn, dat er iets overkomt van waarom het belangrijk is. Of dat nou islam of joods of iets is. Dus als je dat heel breed maakt, dan wordt het zo cognitief voor mij. Ik probeer iets te van het belang wat ik er zo langzamerhand in heb ontdekt te laten doorklinken. En dus daarom beperk ik me. Had ik misschien aan het begin moeten zeggen ook. Maar ja. Daarom, ja. Ja. Ik vind het een terechte vraag overigens ook. Hoor. Dus ik hoop dat in vanuit de islamitische kant, de joodse kant, de hindoeïstische kant, dat er ook mensen komen die dat ook goed kunnen gaan begeleiden ook. Ja, ja ik denk zelf ook van in die voorbereiding vond ik dat ook wel wat lastiger, maar van hoe die transfer te maken inderdaad ook naar anders gelovigen, hè? Dat dan moeten de kijkers misschien nu zelf wat meer hard mee aan de slag, zeg maar. Ja. Of misschien komt dat later nog eens terug. Ja. Ik kan iets uit mijn eigen ervaring vertellen. Ik heb een aantal jaren als praktijkondersteuner GGZ in Lelystad gewerkt. Mm-hmm. Nou, een hele multiculturele stad. Dus inderdaad, ik heb met alle soorten gelovigen en niet-gelovigen te maken gehad. Islamitische mensen, Hindoestanen. En wat me vaak opvalt is dat in andere culturen veel makkelijker ook over hun geloof gepraat wordt, over God en wat ze er wel of niet aan hebben, maar ook over hoe ze ermee struikelen. Bijvoorbeeld een vrouw met rouwverwerking. En daar had ik wel baat bij mijn ervaring bij Elios, zeg maar van, oh, ik ben al gewend om dat soort thema's bespreekbaar te maken. Precies. Gewoon over te hebben van wat help je wel en wat help je niet. Ja. Maar wie ook uit jouw religieuze netwerk kan daarin voor jou van betekenis zijn. Hè? Of misschien ander licht op de zaak geven. Hè? Vrouwen die zich enorm schuldig voelen over de dood of over een ongeluk. Met een hele religieuze laag eroverheen. Zeg maar. Wat extra zwaar maakt. Hè? En dan moet je die transfer maken naar, ga je op zoek naar jouw veilige plek om het bespreekbaar te maken. Iemand vroeg ook van ja, hoe moet je het nou bij de intake nou zelf ter sprake brengen? Hè? In hoeverre geloof, aspecten nou spelen? Ik denk ja op. Ja. Ja. Ik zeg heel duidelijk ja op. Net zoals seksualiteit. Je moet het, al is het maar dat je het noemt, dat mensen weten, het kan daarover gaan in een behandeling. Zonder dat je het misschien allemaal helemaal de uitdiept. En je kunt niet helemaal een religieuze anamnese afnemen in de anderhalf uur of drie kwartier, weet ik het hoeveel we daarvoor hebben. Maar dat je de aandacht hebt, dat is volgens mij echt de richtlijn op het ogenblik. Dat je voor die culturele en religieuze en zingevingsvragen, dat je het in ieder geval aanstipt ook om te onderzoeken of dat van belang is in het geheel. Zeker. Ja. En dat is een gewone Nederlandse vraag. Het is helemaal niet bijzonder. Net zoals, blijkbaar zit er een soort beladenheid soms achter. Net zoals seksualiteit is ook zo'n vraag. Van, mag dat wel? Maar het is wel belangrijk om beide vragen door de Kamer te toeteren.
Er was ook wel iemand die had een vraag, een cliënt met ja, dat kan soms wat lastig zijn als iemand, ja, wat is nou waan of psychotisch? Ja. Wat is nou een religieuze struggle, zeg maar, of zingevingsvragen? Ja, dat is ingewikkeld en zeker als de waan of de psychose ook nog een religieuze kleur krijgt, denk ik. Dan is dat wat lastig uit de war te halen, hè? Daar is vorig jaar, 2019, is Eva Ouwehand op de problemen religieuze ideeën bij mensen met een waan gepromoveerd in Groningen. En als ik het me goed herinner, is een van de bevindingen dat die religieuze waan, zoals we dat mij ook wel meer gaan begrijpen, is dat het niet alleen maar gekte is, maar dat er ook betekenis aangegeven wordt. En dat je dat samen kan onderzoeken van wat is die betekenis van bijvoorbeeld. Ik verwacht dat de wereld. Dat de vuur van de hemel gaat vallen over 2 dagen of iets dergelijks. Hè, van dat beeld. Daar kun je ook gewoon onderzoek naar doen in plaats van alleen maar een pilletje erin dat is waarschijnlijk ook wel nodig, maar ook de betekenis die mensen geven aan die. Dat maakt dat die mensen beter kunnen omgaan met die religieuze waanideeën. Dat is een heel terechte vraag, denk ik ook. Dat daar, het is niet alleen maar gek. Het afdoen als gekte, daarmee ben je mensen kwijt, denk ik. Ja. Volgens mij kwam uit haar onderzoek ook naar voren dat mensen het ook positief konden beleven. Als een spirituele ervaring, waar ze ook positieve dingen aan overhielden. Oké, ja. Dat is even ouwehand. Maar dat kan wel, ja. Kinderen zijn van nature toch spiritueel. Gewoon door ouders worden ze natuurlijk opgevoed, een bepaalde richting in. Is dat dan weer niet te veel te bepalend of te vormend, zeg maar. Reageert er iemand, ja, maar volwassenen zijn toch ook spiritueel? Het is wel een thema wat ik uit de literatuur ook ken. Angela Roodhaan, daar heb ik wel eens contact mee gehad. Dat is iemand die aan de UvA ook docent is. Die doet onderzoek naar inheemse volken en ideeën inheemse spiritualiteit. En zij zegt tegen mij, niet alleen tegen mij, in de boeken ook, dat inderdaad die kinderlijke spiritualiteit, soms geloven in kaboutertjes, ik ken iemand die ook echt kaboutertjes heeft zien lopen, dat ons afgeleerd worden. Wij worden geleid naar een verlichtingsideaal, waardoor het contact met die vroege ervaringen, spirituele ervaringen, vaak verloren gaan. En dat is een offer wat we, in haar opvatting, en dat snap ik wel een beetje, een offer wat we brengen om die verlichting, dat verlichtingsideaal te brengen. Dat we die kinderlijke, kinderlijk is niet het goede woord, maar de spiritualiteit van een klein kind kwijtraken en gek vinden en weet ik het wel. Er zit wel wat, vind ik, goede vragen ook om daarover na te denken. Ja, precies. Ja. Ik wil in ieder geval de sprekers ontzettend bedanken voor deze avond. En mij is gezegd, jullie krijgen een virtueel bloemetje en een bedankje, zeg maar, want dat kan nu niet live. Ook jullie kijkers allemaal, ik hoop dat jullie er ook toch wat aan hebben gehad, dat het een leerzame avond was en dat jullie inzicht en handreikingen hebben gekregen om ook in jullie werk te kunnen gebruiken. Ik wil jullie bedanken voor jullie aandacht en nog een fijne avond wensen. En als je wilt, kun je nog even luisteren naar het afsluitende liedje van Ramses Shaffi, Zing, Vecht, Huil, Bid, Werk en Verwonder, tot we samen zijn. Goedenavond.